Deze dag is speciaal georganiseerd voor de Surinamer om zich te laten bewegen. Dat we een dagje onze wagen met rust kunnen laten en kunnen zeggen dat we gaan wandelen. We zien dat ook al. Overal kan je lekker gezellig spelen en terwijl je zo bezig bent, winkelen. Ik denk dat dit ook een mooie teamgeest brengt binnen het gezin. Dus het kan niet misgaan bij zo'n autoloze dag. Ik vind autoloze dag een hele goede dag, een hele nieuwe activiteit voor Suriname. Het is een prima idee van de organisatie. Heel prima, maar dus daarom ben ik in de stad gekomen op de fiets, hè, met mijn gezin. Ik vind het een heel prettige dag. De organisatie mag het sowieso nog een keer organiseren. En ik had heus niet gedacht dat de stad zo vol zou zijn. Dus mijn complimentjes aan de Suriname. Ja, heel veel man. Wat een, ik sprak ze zelf van. Wat een, die sportactiviteiten die hier zijn, is prima man. Ik vind het dat er een goede opkomst is. Ik ben ook blij met het initiatief. Het is een manier om mensen bewust te worden van dat we ook onze auto kunnen laten staan. Dat we ook een ander vervoersmiddel kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de fiets. Dat dat minder belastend is voor ons milieu. En overal gezien is het een goed initiatief. Want die mensen kunnen een beetje lopen. Want ja, lopen is gezond. Je kan niet de hele dag auto rijden. Ja toch? Ja, ik geef een compliment aan de organisatie. Voor mij is het 10 punt. Het kan elke maand gehouden worden. Je ziet fietsen, fietsen zien we niet. Maar je ziet heel veel fietsen, heel veel kinderen, padvinders, iedereen. Zeg maar alle buurten bij elkaar komen in de stad. Want op de zaterdag zie je haast weinig kinderen in de stad. Vandaag, autoloze dag, heb je heel veel kinderen. Heb je een heel ander soort mensen in de stad vandaag. Dus ja, en vandaag. Ik lekker wind zo. Een compliment waard is, hou zo. En we denken veel te vaak, we moeten die auto zo dicht mogelijk bij parkeren. Met alle feesten weer dichtbij mogelijk parkeren. Soms is het ook goed wat je nu op grote afstand vindt. Geloof me, in het buitenland lopen mensen veel verder. Dus als je met de bus kan gaan, ga ook een keer met de bus. Je hoeft niet altijd met een taxi overal precies op de spot of met je eigen auto. Als je een supermarkt om de hoek hebt, loop ook een keertje naar de supermarkt en hou jezelf gezond. Ik wil de organisatie complimenteren voor het feit dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Het is een grote stap en ik denk dat met deze stap er meer zullen volgen. Ik vind het een geweldig initiatief. Ik hoop dat het ook niet eenmalig is. Het is een belangrijk initiatief voor de ontwikkeling van de stad. Ik ben blij dat de jongeren in de Boy Scouts dit initiatief hebben genomen. Wij hebben het als Nederlandse ambassade daarom ook gesteund. En ik hoop volgend jaar weer zo'n initiatief tegemoet te kunnen zien. En compliment. Omdat na deze dag er mensen zullen zijn die zeggen van luister, dit is een heel goede initiatief. Wij zullen dit gaan ondersteunen. We zullen samen gaan werken aan een beter milieu, aan een beter Suriname. Dat is de school van Latour. De Boy Scouts van Suriname, Stichting Buurtwerk Latour Stibula, bedanken wij iedereen, hoe klein, hoe krom, hoe crazy ook was, voor uw bijdrage naar deze dag toe. Ik denk dat het ons alleen maar heeft versterkt,
sterk heeft gemaakt om te zeggen, ga door met milieuactiviteiten. Hartelijk dank.